Hi, goedemorgen. Welkom bij mijn hobby YouTube kanaal. Ik heb een full face. Ik ga niet een full face doen. Ik heb al primer en dergelijke op. Oh nee, primer. Skincare. 10 producten of minder XX Revolution. Omdat het mijn challenge is, mag ik dit van een ander merk gebruiken? Nee. Het enige wat ik niet heb is mascara, denk ik. Ja, dat heb ik wel hoor. Oké. Die schuif ik even opzij, anders raak ik in de war. Dus dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 producten. 7 producten waarmee ik een dagelijkse look ga maken. We gaan beginnen met de foundation. Even gewoon verdelen over het gezicht heen. Ik heb hier een schaaltje waar ik het dan altijd op doe en dan... van daaruit gaan we het sponsen. Het laatste beetje op de spons gedaan. Hoe is het met jullie? Ik merk dat ik wel goed gedij bij het warmere weer, maar aan de andere kant ook alweer daar last van heb. Maar ik vind het wel fijn dat het weer wat warmer wordt. Ik heb hier van die krakeleestukjes. Die ik dan altijd een beetje opblaas. Zo. Ziet het er oké uit? Zie je nog dingen er doorheen? Natuurlijk. Maar ja. Dat is ook niet het doel. Het doel is een everyday look. Ik ga poeder gebruiken. Van XX Revolution. Want dat was serieus. Dat was natuurlijk de... Ik weet dan toch nooit aan welke kant dat ding open gaat. Zo. Oké. Ja, dat is genoeg. Want het gaat mij niet om dat ik mat ben. Het gaat alleen maar om dat dat plakkerige gevoel van je gezicht af is. Dit was product nummer 2. Product nummer 3 is blush. Zo. Dat was 3. Dat was 3. Dan de wenkbrauwen.
dit is altijd mijn tegen de draadse wenkbrauw op een of andere manier. Ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen, behalve dat het gewoon, de mannen hebben het druk, dus ja. Meestal is weinig thuis. Dus ja, dan ben ik gewoon veel alleen met de diertjes. En dat, ja, het is gewoon eigenlijk iedere dag hetzelfde. Je doet een beetje huishouden, koken en dan, ja, dit zit zo'n beetje. Zo, de wenkbrauwen. Dan gaan we de wimpers krullen. Dit telt niet als een product trouwens. En dan heb ik een Extreme Volume Mascara van XX Revolution. Wat ik vaak doe is gewoon het steeltje zeg maar stilhouden en dan gewoon knipperen. Wat ik hiervan vind, ja, weet ik eigenlijk niet. Het doet me een beetje denken aan Chanel de Volume. In de zin van dat het een natte formule is. Echt mega volume geeft het natuurlijk niet. Nou heb ik ook niet zeg maar wow wimpers. Maar nou ja. En dan nummer 6. Was het nummer 6? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan is dit nummer 6. Lekker neutraal kleurtje. 6 producten XX Revolution. Dan heb je een to-go look. Kun je gewoon naar buiten. Kun je gewoon alles gaan doen wat je wil doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.